Op 22 maart 2016, ja, ik ben goed in doodoms, werd ik wakker van de vogeltjes. Ja, want wat ik woon in Brussel, in Vorst, niet ver van Vorst Nationaal en het Zuidstation, door werd je niet wakker geblazen uit de camions. Maar daar de vogeltjes. En het is goed weer buiten en door mij stond ook vroeg op. En ik pak een douche. Een kaandouche. Ik pak al heel mijn leven kaan douchen, omdat ik als ik student was op een Italiaanse kamp in Gigello voor een warme douche. En dan heb ik geleerd van koud water warm te vinden. En ik kom van onder mijn douche en ik zing door mijn kop in de spiegel. En ik paas. Kom wat de coiffeur. Doe mijn kleren aan. Ik spring op mijn velo. Ik zit zo geren op mijn vallauw. In de sloten van Brussel. Des goeie weer, 22 maart. In de sloten van Brussel. De lente begint, ik ben content. In de sloten van Brussel. Van Brussel. Ik kom er toe, mama, de coiffeur. Ik kom maar door in die zetel zitten. En er stond een tv op, maar de klank stond af. En de coiffeur zei, tja, er is al precies iets gebeurd in Zaventem. Maar ik zing niet wat er op dat scherm te zingen is, want als ik bij de coiffeur kom, moet ik altijd mijn bril afdoen aan mij. Is alles vloe. Ik verlies elke controle, dat is vrij ambetant. Ik heb joren rondgelopen met belachelijke coiffuren, omdat ik niet zag wat die gasten op mijn kop ontdoen waren. En dan op een mocht ik maar een bril opzetten en dan pas ik in mijn eigen. Ik zal nog een stukje bij een andere coiffeur gaan, maar dan moest ik dan weer maar een bril afzetten. Allee, gelukkig lag er in Brussel vrij veel coiffeurs. Als ik nog in mijn bed lag, aan de andere kant van de stad, in Schoorbeek. Niet ver van de Plas Misère, en van de Vertij, en van het Park Josafat. In een schoenstroot, in een schoenhuis, op het vierde verdiep. Zijn er droge gasten wakker geworden, maar zeer hebben de vogeltjes niet gehoord. Ze zijn zenuwachtig. Wat zijn mijn plan? Draai gasten met de plan. Draai gasten. Ze pazen onder het plan. Ze gaan op roos. Naar Zaventem. Ze gaan op roos. Naar Zaventem. En een van die gasten, dat is Mohamed Abrini. Je kent hem. De man met het doeken. Mohamed Abrini. Mohamed Abrini. De man met het doeken. En Abrini. Hij laat in zijn bidden te woelen. Hij is ongelukkig. Want zijn lief wilde nu me zingen. Zijn lief, Alia, wilde nu me zingen.
Abrini. Mohamed Abrini, de man, de man, de man, met een uike. En mijn auto moet te hoer in dat bidden met een gebroken hart. En liefdesverdriet. En in iedere keer hoort een vogelje. Abrini, wakker worden. Een vogelje dat spreekt. Abrini, een verschiet je niet van. Want Abrini, die noer geen verrosjes en sprookjes. Over de Nijmel wordt dat alles in het gaat, is dan in het zilver. En wordt dat aan een mond, maar moet joepen doen. Of er komen 72 maagden die een gebreen halal kieken in een mond stijgen. Mohamed Abrini, de man, de man, de man, de man, de man, de man. En dat vogelke zaad, Abrini, zie nou boy, het is een schone dag. En Abrini ziet het vaster. En hij ziet recht in de ogen van dat vogelke. En dat vogelke glimlacht. En dat vogelke pinkt een oeske. Kom de mij mee, mooi, naar het Josafatpark. Dat is de schoen. Je kent je in het gas liggen. En er is er een vijverke en bikskes en wiggeltjes en briggetjes en een cremerie. En Abrini baast, Ozalief, Onalia, die een lang schoe rozoor. Maar ze draag in een hoeftoek, omdat ik niet wil. Ooit ze gezegd, als nou even de zoveelste keer begost over de Koran en over de Sharia. De Koran. De Koran. Dat is mooi nalig een boek. De Dolle Musketiers van Siske en Wiske. Ik heb die in een boek gekregen als ik 7 jaar was, voor mijn verjaardag. En ik wist direct dat dat een belangrijk boek was. Dat is een boek die mijn leven veranderd heeft. Ik zag dat direct, alleen dat eerste billetje. Hier, Ketsing. Een noeiken, niet het toeiken van Abrini, maar het toeiken van Lambiek. En de eerste zin. Dit verhaal begint te verhalen hoe Lambiek op een dag bij tante Sidonie is terechtgekomen. Een verhaal dat begint te verhalen. Dat is een zin, even cryptisch. Als een zin uit de Koran of de Bijbel, en het is azoe dat je de Dolle Musketiers moet lezen. De Dolle Musketiers, dat is een boek van 56 bladzijden, 224 strips, van elke keer 2 of 3 vakjes. En bijvoorbeeld, de ontmoeting, het is het belangrijkste moment van het boek, de ontmoeting met Sjerommeke. Het is de eerste keer dat je rommelken te zingen is in een boek van Sisken en Wisken. En Lambiek komt hij in tegen op pagina 23, strip 91, vaksken 2. Wie zijt gij alstublieft? En Jerome antwoordt op pagina 23, strip 91, vaksken 3. Stom weg, Jerome. Ben geheim wapen. Kom allemaal doodslagen. Jerome, dat was eigenlijk een jihadist avant la lettre. Kwam alles kapot maken. Morten, werd Jerome verliefd. Op pagina 35, strip
Trip 138, vaksken 1. Holala, ahaha, hoho, jerommeke voddenpopje gevonden. Hij werd direct verliefd op Schaluwen. En in 38, 148, twee vragen wat jerommeke moeten doen om goed mens te zijn. En wisken antwoord direct. Mensen gelukkig maken. De Dolle Musketiers. Zo goed als de Koran of de Bijbel. En ze komen ertoe in Zaventem. En die een brave taximan, die helpt er met de valiezen. En ze gaan een cadeo. En ze gaan binnen. Ze gaan binnen in de zool. In de groeide ontvangsthal van Zaventem. En Abrini, hij staat nu een keer rechtgezet. En hij ziet al dat volk. Al die mensen. Die blauw zijn van te vertrekken en zijn wachtig. En hij ziet die. En dan toets tot stille. Door. Adelma. Adelma die gaat weer naar Amerika. Ze heeft die drama gestudeerd. En die twee door. Ze zijn weer bezig met een smartphone. Alexander en Sasha. Zie je die? Dat is André. Ja, die lacht. Hij is content. Hij gaat eindelijk de droomreis kunnen maken naar Florida. Met zijn vrouw. Die lange. Abrini ziet die lange. Dat is Bart. Bart komt door het tiksmude. Als van de maar het vrije vroeg moeten vertrekken, maar hij is vrije content, want hij gaat naar Amerika en dan gaat zijn lief weer zingen. En achter hem zit Berit. Die gaat weer naar Zweden. En even ster zit er een Amerikaan niet te drinken, Bruce. Hij heeft een cadeau gekocht voor zijn kindje. Hij gaat weer naar Illinois. En Abrini raakt daar met zijn kaddie. En hij raakt bekend tegen de kaddie van een kleine Aziat. Excuse me. Dat is ding. Ding gaan wij naar China. En Abrini drukt zijn kop om. En hij ziet recht in de ogen van een vrije schone vrouw. Elita. Ze ziet er niet goed uit. Ze is ongelukkig. Ze moet naar een begrafenis in Amerika. En Gail, stond even tegen Gail. Ja, die komt veilig op luchthaven, want een man is een piloot. Die vliegt hier. Fabienne komt juist toe in Zaventem. Gelijk als elke dag doet ze de comptoir open. En ze begint mensen in te schrijven voor de reis. En de eerste is Jennifer. Een dosje uit Aken. En die vertrekt op reis voor de eerste verjaardag van haar avondelijk te vieren. En achter haar stond Nico om te schuiven. Nico is een zakenman die is altijd ontwerken, is na bezig met zijn tablet nog een paar dingen te regelen. En door die twee, Justin en Stephanie, zijn juist de moeder van Stephanie komen afzetten die op reis vertrokken is. En zie je die in roren, Abrini, die in roren gast, dat is de Rosse. Rosario noemen ze die. Rosario. Die woont hier op Zaventem. Hij is aan een job verloren. Zijn moeder komt hem elke dag boterhammetjes brengen. En Abrini ziet al die mensen aan het paast. Wie ben ik? En hij voelt ons al af. En hij zegt... Ik voel, dus ik ben. En hij wil leven. Hij wil leven, hij wil niet sterven. Hé, hey, Abrini. Groet toi, on va boire un café. Ga je dat verstellen dat die gasten die in Zaventem toekomen met zakken vol met bommen, dat die een café gaan drinken zijn? 20 minuten hebben ze gezegd. Een café te drinken. Tu veux un peu de lait? Prends un peu de sucre. 20 minuten. En dan zei Abrini,
Je dwaal alleen naar het toilet. En ze moeten lachen. Allee, hoe kun je gewoon door naar het pazen? Van het toilet te gaan. Binnen hier zitten we op gaatoiletten. En werd ons schat afgekozen ter 72 maanden. Allee, vas-y, on t'attend. En Abrini stapt op naar het toilet en gaat op binnen, doet hij daartoe. Blijf recht staan, want hij moet niet pissen. En paas onze moeder. Onze vader. Onze zusterken. En Onalia. Die hem niet meer wou zingen sinds dat hij verliefd geworden was op zijn geloof. En hij was naar Syrië geweest. En als hij werk kwam uit Syrië, ooit ze gezegd, je wordt toch beter gebleven. En Abrini probeert te bidden en zijn God te onroepen, maar het enige dat noert in zijn kop zijn de vogeltjes van het park Josafat. En hij begint te twijfelen. Dank God voor de twijfelaars. Hij begint te twijfelen of dat hem wel op prijs wil vertrekken. Voor altijd. En hij paast dan Alia. En hij zei, ik kon er telefoneren. Ik kon er bellen. Ik kon er bellen en zeggen dat ik hier zing. En hij pakt zijn telefoon. Tok, tok, tok. Occupé. En hij daft op de chasse.